Breda Nu. Je weet het meteen. In de Rabobank Breda pitchen drie bedrijven hun idee voor de Startup Award 2016. Deze bedrijven maken internationaal verschil en hebben hoge omzetpotentie. Kunt u toelichten wat de Startup Awards precies zijn? Ja, de Startup Awards worden dit jaar voor de tweede keer in Breda uitgereikt. In drie categorieën. Een Student Startup Award voor heel Brabant. Een Community Award en een Breda Startup Award. Startups die deel kunnen nemen, mogen maximaal 5 jaar bestaan met hun bedrijf. Moeten een aanzienlijk omzetpotentieel hebben en een innovatief bedrijfsconcept. De winnaar van de Breda Startup Award is... Simpel. Allereerst gefeliciteerd met de Startup Award. Wie is Simpel? Dankjewel. Simpel is een heel jong bedrijf. We staan nu 1,5 jaar. En wat wij proberen te doen is de lege ruimte in vrachtwagens te verminderen. Dus ongeveer 1 op de 4 vrachtwagens op de snelweg om ons heen rijdt leeg. En samen met transporteurs hebben wij een oplossing bedacht waarmee we die lege ruimte kunnen verminderen. En wat onderscheidt Simpel van de overige 2 bedrijven die meededen met de Startup Award? Dat vind ik dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk, we zijn echt een heel duurzaam product. Hè. We proberen CO2-uitstoot en file-druk te verminderen. Dus dat is misschien wat anders. Ik denk, de bedrijven zijn heel moeilijk met elkaar te vergelijken, maar... Volgens mij lag de uitslag ook heel dicht bij elkaar. Ook hele mooie, supersterke bedrijven. En eigenlijk ook, als ik in de voorrondes kijk, er zaten ook echt hele mooie producten tussen. Allemaal succesvolle ondernemers die volgens mij met hele mooie dingen bezig zijn. Ook in het uiteindelijke juryoordeel waarin we punten hebben verdeeld, lagen we heel erg dicht bij elkaar. Dus alle 3 de bedrijven die door het jury beoordeeld zijn, lagen heel erg dicht bij elkaar. Waardoor eigenlijk bij het stemmen hier in de zaal nog alles mogelijk was. En het ook mogelijk is dat er een hele andere winnaar uitkomt dan wij met de jury hadden gekozen.